Hier gaan de klokken klinken. En ik zet even het geluid helder. Zodat je toes natuurlijk de sfeer in de Trentburg Arena kunt gewoon mitloesteren. Geniet even hier van de sfeer in de Trentburg Arena. Ja, en geweldig. Die jongens staan daar hier voor de fronttribune. Ze klimmen met elkaar op de shower. Ze zijn in het feesten, ze zijn in het springen. Het lijkt wel of ze kampioen zijn geworden. En als ik dat dan zie achter de goal. Geweldig allemaal met die vlaggen en die schalen. Jongens, wat hebben we toch een geweldige club, zeg. God, bij Janok. Springen die bekendste tranen van in de ogen als ze dat zoiets. Ja, de spelers gaan inmiddels gewoon rond. En gewoon iedereen bedanken. Laat ik nog even een klein beetje muziek horen. Dansen, springen naar de Noordtribune. Een schitterende sfeer hier in de Trentburg Arena. Je hoort het allemaal. Live zit er aanwezig. Het publiek staat op de hoofdtribune. Geen helemaal goedse plaat. De Noordzijde staat op de kant. Vlag in geel kruid. Ja, wat hij dat verwacht. We staan tweede in de Super League. En daar gaan we je handjes de log in. En we staan niet alleen... Ja, inderdaad, John. We stonden inderdaad eerste in de tweede periode onderhands. En nog eens tweede in de reguliere stand. Dus nu, wat wilt je nog meer? Ga het maken allemaal hier live met B-Radio Fortuna. Het geluid wat gebeurt op de achtergrond, dat klinkt hier door de speakers. En ook het oud-publiek, oftewel het toerspubliek, dat hoort je. En dan gewoon nog een keer een nieuw plaat. De Trentburg Arena. Wie er zij ontploft letterlijk en figuurlijk hier op de 24e. Oktober, klopt dat wat ik zeg, zal me gewoon wezen. 24 oktober. Het is 10 voor 10, s'avonds. En het feest is compleet. Zelfs 26, sorry. 26, zal me gewoon allemaal niks uitmaken. Dat gewoon voor, nog een keer. En de publiek Reubel kampioenen. En dan komen de mannen richting de hoofdtribune toe. Je maakt het hier allemaal met. Dat we dat nog mogen metmaken. 4 jaar geleden wordt er niks. En nu ontploft de Trentburg Arena. Daar kent ze alleen maar van dromen, zeg ik. 4 jaar geleden ten dode opgeschreven. En nu kan je al tweede in de Jupiler League. En de Trentburg Arena ontploft. En de lui die niet hier zijn geweest, kan je maar één ding zeggen. Leef lui, kom over 2 weken naar dat stadion toe. Of over 3 weken. Kom naar dat stadion toe en kom die ploeg aanmoedigen. Dit is het jaar van Zitter. Er kunnen zo'n dingen gebeuren. Dus kom gewoon hier naartoe. Jongen de Boer heeft uit zijn plaat. Schaaf Flip uit zijn plaat. Wil Boezen uit zijn plaat. Dat geeft van onderweg. Ja, dat geeft van onderweg. En geef met nou zijn eigen publiek toe. 36 jaar en kiet nog even weg. Het wordt een traditie. Hé, hey, Zitter. Ja, nogmaals, het geluid wat er op de achtergrond hoort, dat is het geluid van de Trentburg Arena. En nee, van ons, maar puur van de Trentburg Arena. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Daar geeft Fernando naar de cabine in en naar de kleine kant. Ja, en hier geeft het natuurlijk nog wel een paar uurtjes los.
Vooral op Noordtor, Beedy Stand, daar zal nog wel een flink feest gevierd worden. Project Hexenketo is geslaagd, Ker. Ja, dat wou ik toch zeker. Ja, en iedereen kijkt natuurlijk tevreden. Iedereen is het lachen, iedereen is het glunderen. Dus is nu gewoon kijken. Is het echt waar? Is het echt waar? Lig ik niet ergens in een bed? Lig ik niet ergens te slapen of te dromen? Nee, nu, het is echt waar. Zit er weer gewonnen met 2-0. Ongeslagen in de Trentburger Arena. En ik kijk naar de stand. Jawel hoor, het is definitief verstand. Tweede plaats in de Jupiler League. Met zelfs één punt los, Gert. Ja, één punt los en ook nog eens een keer de minst gepasseerde verdediging. En de minst gepasseerde verdediging. Oh, het is ongelooflijk. Ja, de kids zijn verroet kallen. Het bleef een feest. Het is geweldig gewoon. Werkelijk in één woord geweldig. Ja, je hebt het allemaal live kunnen metmaken hier in de Trentwerk Arena. En ik weet eigenlijk niet meer veel wat ik moet zeggen. Ik ben eigenlijk helemaal verslagen. We staan tweede. Het punt los van de nummer 3. Wat ik al zeg, 4 jaar geleden waren helemaal niks. Dachten ze allemaal en de BVO Fortuna. En nu zitten we gewoon op kampioensreeks momenteel. Ja, dat is inderdaad zo. Want het scoren wordt onderneed zo denderend. Maar als je nu ziet in de afgelopen paar wedstrijden, er wordt meer dan één goal gescoord. Dat betekent dat de vuurgolen ook beter werden. En de tegengolen, ja, met zo'n geweldige achterhoede en met zo'n geweldige keeper. Ja, jongens, ik zou zeggen, de volgende keer met de wedstrijd, hoop ik dat we minder luisteraars op de radio hebben. En dat er 10.000 man hier in het stadion zitten. Ja, precies zo, tegen de chauffeur. Wat ik al zeg, ik kan leven tegen de moer. En 10.000 man in de Trentburg Arena. Dan 300 loesteraars en maar 2.000 nu. Nogmaals nu, kom over 3 weken het zelf bekijken hier in de Trentburg Arena. Schroom ik nu niet, zetten ze een keer dat 7 gezicht af. Toch nu niet eens een keer van ja, het zal wel allemaal. Gang gewoon naar die Trentburg Arena, kom het zelf bekijken. Zit er het dat verdenkt. En toch eens een keer in dit onverschillig. En heb ze tijd. Ik zeg tegen de vrouw, vanavond ben ik er niet. Bekijk het maar, ik ga naar de trap. Of neem de vrouw met. Of neem de vrouw met, dan ken je hem met. Want voor spektakel komt ze naar de westelijke mijnstreek. Oftewel, naar de Lissabonlaan. Ja, of de Milaanlaan of zo. Maar nu vind je het goed geweest. We gaan eens een drinken. Ik ga me gewoon drinken. Ik heb maar één ding zeggen. Yellow Green Army, kick some asses. En zit dat stijl, hè? Zit dat stijl. Opa, zet tot staan. Zet tot staan. Op, op, op. Opa, zet tot staan. Zet tot staan. Op, op, op staan. Zet tot staan. Op, op, op. Opa, zet tot staan.